Goedemiddag. Welkom op dit webinar over de Omgevingswet en gezamenlijke investeringsprogrammering in het stedelijk waterbeheer. Mijn naam is Ger Dekker. Ik werk als adviseur stedelijk waterbeheer bij Ambient en ben in die hoedanigheid actief voor het platform Samenwerken aan Water van VNG, de Unie van Waterschappen en VWIN. Ik ga straks iets vertellen over de Omgevingswet en het stedelijk waterbeheer. En jullie kunnen tijdens het webinar vragen stellen, dat kan onder dit schermpje. En we zullen zoveel mogelijk tijdens de presentatie, als er vragen er zijn, ze zo snel mogelijk beantwoorden. En tegelijkertijd aan het eind hebben we ook een blok waar we nog een aantal vragen kunnen beantwoorden. En mocht het dan de tijd te kort zijn, kunnen jullie altijd nog een vraag per mail stellen en dan krijgen jullie per mail een antwoord terug. Ik neem jullie straks mee in de consequenties van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer. Ik begin met de Omgevingswet in vogelvlucht. Je kan natuurlijk heel lang praten over de Omgevingswet. Ik ga heel specifiek op de onderdelen in die gaan over het stedelijk waterbeheer en de consequenties daarvan. En ik besteed aandacht aan de vraag hoe je kunt anticiperen in je eigen organisatie en in de regio op de komst van de Omgevingswet. Dan vat ik het aan het eind samen en is er daarna ruimte voor het beantwoorden van een aantal vragen. Ik begin met het stedelijk waterbeheer. Het stedelijk waterbeheer en de afwaterketen is voor ons professionals over het algemeen duidelijk, maar ik licht het toch even toe waar de afbakening ligt. Het gaat wat mij betreft om enerzijds de drinkwatervoorziening, dus van bron tot distributie, waar de waterbedrijven voor aan de lat staan. Het gaat over de drie gemeentelijke zorgplichten, die voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, de zorgplicht voor het hemelwater en de zorgplicht voor het grondwater. En het gaat over de zorgplicht van het waterschap, gericht op het transporteren en zuiveren van het afvalwater en voor de waterkwaliteit en de kwantiteit van het regionaal systeem. Nou, waterbedrijven, gemeenten en waterschappen, ze hebben allemaal hun taak. En met name in de uitvoering van die taken is onderlinge afstemming en de samenhang groot. En dat maakt het stedelijk waterbeheer in veel gevallen complex. Goed, de Omgevingswet in vogelvlucht. De Omgevingswet kent vier centrale verbeterdoelen. Om te beginnen is de wet gericht op het eenvoudiger maken van de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving. Het is nu zo dat we allerlei sectorale wetten hebben voor onderdelen van die fysieke leefomgeving. Die worden in de Omgevingswet allemaal samengebracht. Het wordt eenvoudiger als het goed gaat. Een tweede doel is om die regels veel meer vanuit de leefomgeving centraal in te richten en niet vanuit een specifiek compartiment van die leefomgeving. Om dus de samenhang tussen de regels onderling te vergroten en te versterken. Een derde doel is om een actieve aanpak mogelijk te maken, zoals nu we veel zien met burgerinitiatieven, initiatieven van bedrijven, om daar meer ruimte voor te kunnen geven en ook de bestuurlijke afwegingsruimte van met name de decentrale overheden te kunnen vergroten. Dat is een belangrijke consequentie van de Omgevingswet, zeker ook voor gemeenten en waterschappen. Daar kom ik later op terug. Een vierde doel van de Omgevingswet is om de besluitvorming ook sneller en transparanter en voorspelbaarder te maken. Dat betekent niet dat er te weinig aandacht komt voor allerlei milieuaspecten, maar wel dat het duidelijk is op voorhand al op welk moment je een onomkeerbaar besluit hebt. Dat ten aanzien van de doelen. De Omgevingswet komt met een aantal nieuwe instrumenten. Zowel op rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau kent de Omgevingswet bijvoorbeeld een omgevingsvisie, verplicht voor deze overheden. En in een omgevingsvisie, zeker als je kijkt naar een gemeentelijke omgevingsvisie, dan staat daar al het gemeentelijk beleid in voor de korte en de lange termijn voor die fysieke leefomgeving. Dus doelen en ambities op het gebied van stedelijk waterbeheer krijgen op termijn een plek in die gemeentelijke omgevingsvisies. Daarin worden dus allerlei sectorale beleidsdoelen geïntegreerd tot één visiedocument. Nou, als Rijk, provincie en gemeente een omgevingsvisie maken dan, en ze formuleren daar doelen en ambities in, dan worden er ook programma's bij om die doelen te realiseren. Omgevingsprogramma's, het tweede instrument wat nieuw is met de komst van de Omgevingswet. Voor gemeenten betekent dat dat ze bijvoorbeeld een programma kunnen maken voor water en riolering of voor groen of voor wegen. Dat mag sectoraal zijn, dat kan ook integraal zijn. De wet doet daar geen vergaande uitspraak over, het is in die zin vormvrij. Een derde figuur zijn de decentrale regels. Voor gemeenten betekent het dat de huidige bestemmingsplannen en alle verordeningen die zijn gericht op de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één gemeentelijk omgevingsplan. Voor waterschappen wordt de KEUR de waterschapsverordening
En voor provincies zullen de bestaande verordeningen, zoals de bestaan voor water, milieu, worden geïntegreerd tot één omgevingsverordening. Nou, dan zijn er nog algemene regels, regels die het Rijk stelt, de centrale overheid dus stelt voor die fysieke leefomgeving. Nou, en met die vier instrumenten kan de overheid sturen op de inrichting van die fysieke leefomgeving. Het vergunningsstelsel blijft in grote lijnen zoals hij nu is, in die zin dat er nu ook een omgevingsvergunning is. Dat blijft. De integratieslag op dat punt is een aantal jaar geleden al gemaakt met de WABO, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. En tenslotte is er het instrument van een projectbesluit voor grote publieke werken, zoals dat nu ook in de Waterwet al geregeld is met een projectbesluit. Als je kijkt naar de integratie die de Omgevingswet wil bewerkstelligen, dan zijn dit de wetten die worden geïntegreerd in die Omgevingswet. En als je kijkt naar de zorgplicht, zoals ik ze noemde voor stel ik waterbeheer, gaat het dus ook over de Waterwet en over de Wet Milieubeheer. Die gaan dus op in die Omgevingswet. Nou, je zal straks zien dat ook op het niveau van de uitvoeringsbesluiten, de zogenaamde ANVB's integratie, plaatsvindt. Ik laat eerst even zien hoe die decentrale regels nu georganiseerd zijn, hoe het straks wordt. Ik zei net al, provincies hebben nu een milieuverordening en een waterverordening. Die worden straks geïntegreerd tot een omgevingsverordening. Gemeenten hebben nu verschillende bestemmingsplannen en allerlei verordeningen gericht op die fysieke leefomgeving. Denk aan de APV, maar bijvoorbeeld ook een lozingsverordening voor regenwater op de riolering, zoals een aantal gemeenten die hebben. Die gaan straks allemaal op in dat ene integrale omgevingsplan. Waterschappen hebben nu een keur, dat is ook een verordening. Dat heet straks in de Omgevingswet de waterschapsverordening. En daar zullen straks alle regels voor het watersysteem gelden, als het zowel kwaliteit als kwantiteit. En dat is wel een verschil met hoe het nu is, want de keur regelt nu vooral kwantiteitszaken. En straks is dus kwaliteit en kwantiteit geïntegreerd in die ene waterschapsverordening. Nou, dat laatste is een direct gevolg van het feit dat op nationaal niveau veel regels worden geschrapt of gedereguleerd. Want dat is een belangrijk doel van de Omgevingswet. En dit plaatje laat zien hoe we straks van 120 ANVB's die we nu kennen gaan naar 4 ANVB's, uitvoeringsbesluiten, onder die Omgevingswet. Ik neem ze kort met u door. Ik begin met het omgevingsbesluit. Daarin staan eigenlijk alle regels die betrekking hebben op de procedures die gelden voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheid zelf. Denk aan termijnen waarop je een vergunning moet verlenen en dat soort zaken. Nou, de onderste drie besluiten zijn meer inhoudelijk, meer materieel. En het besluit kwaliteit leefomgeving, dat is het besluit waarin de materiële normen zijn vastgelegd. Denk aan in ons vakgebied de norm voor waterveiligheid, de norm voor de dijken, maar ook bijvoorbeeld normen voor waterkwaliteit als het gaat om de prioritaire stoffen die in Europese regels zijn vastgelegd in de kaderrichtlijn water. Dan hebben we het besluit activiteiten leefomgeving. Dat lijkt in zekere zin op het huidige activiteitenbesluit, waarin specifieke regels staan voor activiteiten waarmee voorkomen wordt dat het milieu nadelig wordt beïnvloed. En we kennen het besluit bouwwerken leefomgeving. En dat is eigenlijk, daar staan alle regels in rondom bouwen en slopen van gebouwen en vastgoed. Nou, van 120 naar 4, dat betekent een sterke deregulering. Er komen dus steeds minder regels terug in deze besluiten dan die we nu kennen. En de discussie daarover is in volle gang. Op dit moment is er een Kamerdebat aan de gang over deze 4 ANVB's. De verwachting is dat ze dit voorjaar worden vastgesteld en dus in die zin onomkeerbaar zijn. Het verhaal wat ik nu vertel, dat is gebaseerd op hoe het nu de wetgever het nu voor ogen heeft en het nu op papier staat. Maar enig voorbehoud is op zijn plaats, omdat het Kamerdebat, zoals gezegd, op dit moment plaatsvindt. Nou, die discussie over wat je op welk niveau regelt, dus wat regel je op landelijk niveau en wat regel je op lokaal niveau, dat wordt in Den Haag, of bij juristen noemt men dat, het subsidiariteitsbeginsel. En eigenlijk is dan steeds de vraag, kun je dingen heel lokaal regelen, dicht bij burgers? Hè? Gemeenten en waterschappen staan dicht bij de burger. Of is het juist iets wat je op nationaal niveau moet regelen? Bijvoorbeeld als er sprake is van internationale verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan die Europese kaderrichtlijn water. Of aan gemeenteoverstijgende belangen, waarbij een rol voor de provincie voor de hand ligt. Of als het
omwille van schaal doelmatig en doeltreffender is om regels te stellen op provinciaal of landelijk niveau. Nou, op dit moment is het zwaartepunt heel duidelijk dat gemeenten en waterschappen dicht bij de burger staan en daarmee dat zij de ruimte moeten krijgen om die regels zelf te stellen. En dat betekent heel concreet dat als het bijvoorbeeld gaat om lozingen op de riolering of lozingen in het oppervlaktewater of lozingen in de bodem, nu heel veel regels op nationaal niveau worden gesteld. Die worden gedereguleerd en komen dus niet meer terug op nationaal niveau en zullen door gemeenten en waterschappen zelf moeten worden vastgelegd als daar een wens toe is. Denk bijvoorbeeld aan bij horecavoorzieningen aan een vetafschrijder voordat het water wordt geloosd op de riolering. Is nu iets wat op nationaal niveau is geregeld. Alle gemeenten zijn daar, die maken daar dankbaar gebruik van, want ze willen dat water niet zonder meer op hun riolering hebben. Straks is die nationale regel er niet meer en zul je dus zelf als gemeente in dat gemeentelijk omgevingsplan regels moeten stellen aan een lozing vanuit zo'n, in dit geval, een horecagelegenheid. Dus als je een vetafscheider zou willen voorschrijven, moet je dat op die plekken in het omgevingsplan dus zelf doen. Het wordt niet meer gedaan in nationale besluiten. Geldt bijvoorbeeld ook voor een rioloverstort. We hebben nu tot 2009 hadden we de situatie dat rioloverstortingen en hemelwater uitlaten vanuit de riolering op het oppervlaktewatersysteem vergunningplichtig waren. Met de komst van de waterwet is die vergunningplicht geschrapt. En is er nu in AVB geregeld dat het in principe toegestaan is als gemeenten en waterschappen daar samen in bijvoorbeeld het gemeentelijke rioleringsplan afspraken over maken. Nou, die regel zal ook worden geschrapt. Dat betekent dat in beginsel die activiteit nog steeds vergunningvrij is, maar dat de waterbeheerder ook regels kan stellen aan rioloverstorten in de waterschapsverordening bijvoorbeeld. Nou, daarmee geef ik aan dat het speelveld dus in die zin verandert voor gemeenten en waterschappen. Ik kom daar straks op terug. Dan iets over de planning. Ik zei net al, op dit moment vindt het Kamerdebat plaats over die algemene maatregelen van bestuur. De verwachting is dat die dit voorjaar worden vastgesteld en in die zin onomkeerbaar zijn. De wet zelf is al door de Eerste en de Tweede Kamer goedgekeurd en zal in 2019 in werking treden. Nou, tot die tijd zullen we veel aandacht hebben voor het omgevingsrecht. Hoe regelen we de overgang van de oude naar de nieuwe situatie? En zal er ook vanuit de koepels en vanuit het ministerie energie worden gezet op de implementatie van die omgevingswet. Om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is en weet waar die aan toe is. Goed. Dan de belangrijkste consequenties van de omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer. Nou, op deze sheet zien jullie het op een rij. Ik begin met te constateren dat de zorgplichten zoals we die nu kennen, en waar ik ook in het eerste sheet mee begon, dat die ongewijzigd blijven. Met andere woorden, de gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater, grondwater blijven van kracht en worden één op één overgenomen in de nieuwe omgevingswet. Wat wel anders is, is dat het gemeentelijk rioleringsplan niet langer een wettelijk verplicht plan is. Nu staat hij in de wet Milieubeheer als verplicht plan voor gemeenten. Straks is hij facultatief. Dat betekent dat het wel mag, maar niet meer moet. Ik kom daar straks nog op terug. Nou, de ontheffing van de zorgplicht afvalwater buitengebied, zoals we die nu kennen, vervalt. Dat betekent dat dus niet meer de provincie goedkeuring moet geven richting een gemeente als de gemeente de zorgplicht in het buitengebied op een andere manier wil invullen. Daar gaat de gemeente zelf over en heeft daar geen goedkeuring meer voor nodig. En tenslotte, en daar heb ik net al iets over gezegd, op het gebied van lozing op de riolering in het oppervlaktewater en in de bodem zullen er een aantal regels worden geschrapt en zullen partijen zelf daar keuzes in moeten maken of ze daar al dan niet regels aan willen stellen. Nou, in de kern betekent het dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen toeneemt en dat de wederzijdse afhankelijkheid ook toeneemt, dat dus de afstemming onderling belangrijker wordt. Ik heb een vraag gekregen, die pak ik er even bij. Is op dit moment al duidelijk of de algemene verordening ondergrondse infrastructuur wordt opgenomen in de uitvoeringsregels onder de omgevingswet? Nou, dat is een hele specifieke vraag. Ik zei al, de AFB's worden nu besproken in de Tweede Kamer. Dus in die zin is nog niks onomkeerbaar vastgesteld. Ik kan nu niet zeggen of deze verordening in de huidige centrale regels zit. Die vraag moet ik je schuldig blijven, maar die kan ik achteraf even nazoeken en beantwoorden. Maar ik herhaal te zeggen dat we dit voorjaar pas definitief weten op welke manier de besluiten definitief worden vastgesteld. De Kamer praat er nog over en de Raad van State brengt er nog advies op uit.
Maar de lijn dat er flink gedereguleerd wordt, die lijkt wel te blijven staan. Goed. Ik ga verder met de twee belangrijkste consequenties van die omgevingswet voor stedelijk waterbeheer. Het gemeentelijk reguleringsplan en de lozingsregels. Ik begin met het gemeentelijk reguleringsplan. In zekere zin is het gemeentelijk reguleringsplan een hybride plan geworden, waarmee we zowel beleid als maatregelen als de ombouwing van de rioolheffing hebben geregeld. En dat is op zichzelf ontzettend praktisch voor gemeenten en ook de omgeving, waterschappen en burgersbedrijven, omdat alles rondom dat stedelijk waterbeheer er eigenlijk in geregeld is. Maar in zekere zin past het moeilijk bij de figuren die de omgevingswet introduceert. Daar kom ik straks op terug. En we zullen dus met elkaar toe moeten naar een soort ontvlechting van de huidige, van het huidige GEP. De zorgplichten zullen we ergens moeten vastleggen. We zullen de maatregelen ergens moeten vastleggen en die moeten we planmatig uitvoeren. De rioolheffing zullen we blijven moeten onderbouwen. Want als je dat niet goed doet, dan zullen er in de gemeenteraad vragen worden gesteld. En zelfs als er bezwaar wordt gemaakt richting een rechtszaak komt, dan zul je echt een goede motivering moeten hebben van de rioolheffing. Anders dan word je teruggestuurd. Zul je het opnieuw moeten doen. En het GEP speelt ook een belangrijke rol nu in bijvoorbeeld die afspraken tussen gemeente en waterschappen rondom de lozingen vanuit het gemeentelijk stelsel op het oppervlaktewatersysteem. En daar zullen we dus ook met elkaar iets voor moeten gaan bedenken. Op deze sheet een aantal vragen waar we dus als sector eigenlijk voor staan. Ik noemde al die zorgplichten. Als je kijkt naar de zorgplicht hemelwater, dan zie je nu in toenemende mate dat gemeenten benadrukken dat de perceelseigenaar, de eigenaar van het terrein en het gebouw, ook zelf een verantwoordelijkheid hebben rondom die zorgplicht. En dat is ook zo, want zo is het in de wet vastgelegd. Tegelijkertijd, als je daar als gemeente dus een keuze in maakt over hoe je die zorgplicht wil invullen, zul je dat op een of andere manier kenbaar moeten maken aan burgers en bedrijven. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Hetzelfde geldt voor lozingen uit overstorten of andere hemelwater uitlaten. Dus op het oppervlaktewatersysteem en de waterschap moeten weten waar je aan toe is. Kortom, je zult een aantal vragen moeten beantwoorden die nu met het GEP gedekt zijn in de nieuwe situatie van de instrumenten van de omgevingswet. Nou, hoe kun je er nou in je eigen organisatie op anticiperen? Daar heb ik schematisch dit plaatje voor gemaakt. Uiteindelijk, die omgevingswet aan de kant van de gemeente, die komt met drie nieuwe instrumenten. De omgevingsvisie, het programma en dat omgevingsplan. En we zullen dat gemeentelijke reguleringsplan op termijn moeten gaan ontvlechten, waarbij de zorgplichten en de doelen die je stelt voor het stedelijk waterbeheer een plek zouden moeten krijgen in die omgevingsvisie. De maatregelen en de middelen, dus de financiële onderbouwing, een plek moeten krijgen in het programma. En de instrumenten, de verordeningen die we nu in een aantal gemeenten gebruiken, zullen een plek moeten krijgen in het integrale omgevingsplan. Het vraagt dus binnen gemeenten om een integratieslag. En dat is natuurlijk precies ook de bedoeling van die wet. Maar is lang niet altijd makkelijk. En ons advies is ook om nu al als professionals, als medewerkers water en riolering te gaan voorsorteren op die ontvlechting, omdat de processen binnen gemeenten over met name het omgevingsplan en die omgevingsvisie, die zijn gestart. En je zult dus moeten aanhaken om jouw belangen en jouw aspecten op een goede manier een plek te kunnen geven in die nieuwe instrumenten. Tweede consequentie, de deregulering van de lozingsregels. Ik zei al, veel lozingsregels, met name voor huishoudens en bedrijven, zullen naar alle waarschijnlijkheid worden geschrapt op nationaal niveau. En dat betekent dat als er belang is voor de riolering of voor het watersysteem om regels te stellen richting burgers en bedrijven, dat je dat zelf lokaal zou moeten doen in de waterschapsverordening voor het oppervlaktewater en in het omgevingsplan voor de riolering. Ik noemde net het voorbeeld van de vetafscheiders, maar het gaat ook over de aansluitplicht in het buitengebied en ga zo maar door, bronbemaling. Je kunt allerlei activiteiten bedenken waarvoor het in sommige gevallen zinvol is om toch zeker regels te stellen. Die zul je zelf moeten motiveren en formuleren. Het overgangsrecht gaat daar natuurlijk wel in voorzien en ook de implementatie zal erin voorzien. Maar in de kern ligt het besluit over wel of geen regels bij gemeenten en waterschappen straks zelfs. Nou, dat is een grote verandering. Meer beleidsvrijheid, meer afhankelijkheid onderling. En met name voor de wat kortere termijn zien wij daar wel een valkuil. Namelijk dat iedereen in de druk van het implementeren van die omgevingswet toch zich terugtrekt in zijn eigen domein, in zijn eigen organisatie en veel dingen wil oplossen met nieuwe regulering. En dan gaan we dus zien dat waar nationaal een deregulering wordt beoogd, dat we lokaal een sterke regulering krijgen. Nou, dat is niet de bedoeling van de wet. Tegelijkertijd wil je regelen wat echt nodig is.
Maar het onderbouwen van die keuzes kost tijd en energie. En de angst is een beetje, de valkuil is een beetje dat in de hectiek van de implementatie dat dat een ondergeschoven kindje is. En dat we dus in zekere zin op onderdeel teruggaan naar een situatie waar ieder voor zijn eigen belang staat. En de overheid onderling minder goed samenwerkt als we nu gewend zijn. Nou, hoe kun je daarop anticiperen? Ook daar een plaatje voor. Wij denken dat de regio, zoals we die kennen van het bestuursakkoord water, een heel belangrijke rol kan spelen bij de implementatie van de omgevingswet. Je ziet al steeds meer regio's werken aan gezamenlijke planvorming. Een watertakenplan, een waterketenplan, een gezamenlijk rioleringsplan, noem maar op. Het heeft allerlei namen gekregen, maar er zijn gezamenlijke planprocessen, die zijn sterk in opkomst. En wij denken dat die een prima basis bieden om vanuit dat regionale perspectief te werken aan bouwstenen voor bijvoorbeeld die gemeentelijke omgevingsvisie, een programma en zo'n omgevingsplan. En hetzelfde geldt aan de kant van de waterschappen. Vanuit het regionale perspectief kun je nadenken over gezamenlijk beleid, gezamenlijke maatregelen en gezamenlijke regels als je dat nodig acht met elkaar. En die kun je dan vertalen in bouwstenen voor het waterbeheerprogramma, eventueel een zuiveringsbeheerplan of die keur/waterschapsverordening zoals die straks gaat heten. Dus de regio als belangrijke basis om bouwstenen voor die individuele plannen te maken. Uiteindelijk zullen altijd het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad natuurlijk individueel besluiten. Maar je kunt die besluiten wel in de regio goed voorbereiden. Nou, en als ik dan een verbinding maak met de doelen zoals we die nu kennen vanuit het bestuursakkoord water, rondom kostenbesparing, kwetsbaarheid en kwaliteit. En met name vanuit kostenbesparing is die lijn van gezamenlijk maatregelen uitwerken, gezamenlijk investeringsprogramma's uitwerken, een hele kansrijke, denken wij. Waar we de komende jaren met elkaar mee aan de slag kunnen en misschien wel moeten. Regionale investeringsprogramma's. Feitelijk is het niet meer een gezamenlijk programma gericht op investeringen waarbij in meer of mindere mate sturing plaatsvindt. Dus de verankering van het programma op regionaal niveau zorgt voor een zekere sturing in de regio en ook richting de organisaties. Een aantal regio's zijn hier nu mee aan het experimenteren. En je ziet dat gezamenlijk beleid en uitgangspunten, dat vormt natuurlijk de basis voor de uitwerking van zo'n gezamenlijk investeringsprogramma. Dus daar begint het mee. En vervolgens is het ook de analyse van hoe werkt het systeem nou eigenlijk als het hard regent of waar wordt de waterkwaliteit door beïnvloed. Dus ook gezamenlijke onderzoeken, studies om te kijken hoe kunnen we gericht investeren tegen de laagste maatschappelijke kosten. Nou, op basis van het beleid, op basis van die onderzoeken, volgt dan een gezamenlijk investeringsvoorstel of programma. Waarom gezamenlijk en regionaal? Nou, er zijn natuurlijk onderdelen die elke organisatie voor zichzelf kan oplossen. In de Stedelijk Waterbeheer is het zo dat de samenhang tussen de verschillende opgaven en de verantwoordelijkheden groot is. Daar begon ik al mee. En we denken dat het daarom van belang is om ook bij het optimaliseren van zeg maar, al die aparte opgaven heel sterk naar de samenhang te kijken. En dan gaat het snel over schaal. Wat is nou de meest optimale schaal om een opgave uit te werken? En dat verschilt per opgave. Die is voor grondstoffenterugwinning heel anders dan risicogestuurd beheer bijvoorbeeld. Wateroverlast in de bebouwde kom is iets anders dan wateroverlast in het regionaal systeem. En tegelijkertijd hebben ze ontzettend veel met elkaar te maken en is er een grote samenhang. Wij denken dat je deze opgave dus met name in samenhang vanuit het regionaal perspectief met elkaar moet gaan bekijken. En op basis daarvan kijken of je het samen tot maatschappelijk optimale oplossingen kunt komen. En daar is de basis bij de toestand en het functioneren van het integrale systeem. Dat is natuurlijk niet nieuw. Dat proberen we al jaren te doen. En daar zullen we mee verder moeten. En meten en monitoren en investeren in het inzicht in het systeem is daarbij cruciaal. En je zou kunnen zeggen dat zo'n gezamenlijk investeringsprogramma eigenlijk gebaseerd wordt op een verbeterde en verbrede optimalisatiestudie zoals we die kennen. Maar ook met een stevigere verankering dan we tot nu toe gewend zijn geweest. Er is weer een vraag. Ik pak hem er even bij. Blijft het kostendekkingsplan riolering een separaat verplicht plan? Er is immers een separate voorziening riolering en een separate rioolheffing. Nou, het antwoord is nee, in die zin dat het geen verplicht plan is en blijft. Laat ik om te beginnen zeggen dat de omgevingsplan, of de omgevingswet moet ik zeggen, gaat niet direct in op de gemeentewet. En de rioolheffing is geregeld in de gemeentewet. Dus de rioolheffing blijft voor wat die is. En het GEP diende natuurlijk als onderbouwing van de rioolheffing. En was verplicht vanuit de wet milieubeheer. Nou, die verplichting valt eraf. Maar als je mij vraagt, is het verstandig om een goed kostendekkingsplan te maken en een goede onderbouwing te maken, dan zeg ik direct ja.
En ik denk ook dat alle gemeenten dat zullen blijven doen. Als voorbeeld gebruik ik al de afvalstoffenheffing. Ja, dat is ook een bestemmingsheffing voor het inzamelen, en transporteren en het verwerken van afval. Daar is geen verplicht plan waarmee je die afvalstoffenheffing moet onderbouwen. Maar alle gemeenten doen het. Omdat ze weten dat als ze dat niet doen, dat ze in bezwaar- en beroepsprocedures gewoon heel zwak staan. Dus gemeenten hebben er ontzettend van belang bij om die lange termijn maatregelen, die lange termijn kostendekking, goed in beeld te brengen. En dat zul je dus ook moeten blijven doen. En dat kan op een goede manier, zoals we dat nu ook doen, in dat programma. Het tweede instrument van de omgevingswet, het omgevingsprogramma. Nou, het is niet ondenkbaar dat gemeenten een water- en rioleringsprogramma maken. En daar kan die kostenonderbouwing een prima plek in krijgen. Ik herhaal wel dat een belangrijk verschil met het gemeentelijk rioleringsplan nu is dat het gemeentelijk beleid, dus de zorgplichten en het beleid rondom stedelijk afval en water, dat dat niet in dat programma staat, maar in die omgevingsvisie. Dus dat is die ontvlechting waar ik het eerder over had. Goed. Terug naar het gezamenlijk en regionaal investeringsprogramma. Ik zei al, het is in feite een verbeteren en verbreden optimalisatiestudie met een stevige verankering. En dat is ook niet helemaal nieuw, hè? Want we doen in de sector natuurlijk al ontzettend veel op die verschillende opgaven. Er zijn allerlei planvormen ontstaan. We zijn bezig met risicogestuurd beheer. Gezamenlijke plannen maken we. Gezamenlijke GRP, BZP. Er wordt rondom energie en grondstoffen veel gedaan. RTC-studies, noem maar op. Wat het investeringsprogramma beoogt is om vanuit de maatschappelijke opgave deze plannen en deze studies met name in samenhang te bezien en op basis daarvan tot een optimale investeringsprogrammering te komen. Op regionale schaal. Dus dat is denk ik nieuw met de situatie zoals we hem nu kennen. Goed. Kom ik terug op een plaatje wat ik eerder heb laten zien. Ook bedoeld als samenvatting. De omgevingswet zorgt voor meer beleidsvrijheid bij gemeenten en waterschappen. Zorgt ook voor een grotere afhankelijkheid tussen gemeenten en waterschappen. Zeker ook richting burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven verwachten in toenemende mate dat de overheid als één organisatie, als één partij optreedt richting die burgers en bedrijven. En dat vraagt gewoon voortdurend en continue afstemming. Nou, wij denken dat de regio, zoals we die kennen, voor het bestuursakkoord water daar een prima basis voor is om dat te implementeren. En daarmee gewerkt kan worden aan gezamenlijke beleidsformulering, gezamenlijke maatregelen en gezamenlijke instrumenten die dan vervolgens door de individuele organisaties worden vastgesteld, want daar blijft de bevoegdheid liggen zoals we die nu ook kennen. Dus de regio speelt vooral een rol in de voorbereidende zin en de afstemmingszin. Maar de individuele organisaties zelf stellen de resultaten daarvan vast. Nou, resume. Ja, er verandert te veel door de omgevingswet. Het GEP, de plicht die we nu kennen, valt weg. Het wordt facultatief. En die lozingsregels worden aanzienlijk anders dan we nu kennen. Het vraagt heel veel van gemeenten en waterschappen, denk ik, in de onderbouwing, in de motivering van wat je doet. Op korte termijn is dat denk ik een nadeel, maar op lange termijn kan dat ook een enorm voordeel zijn. Omdat het ons met elkaar in zekere zin ook dwingt om integraler naar de vraagstukken die we hebben te kijken. Integraler binnen het waterperspectief, maar zeker ook integraler door die bril van de fysieke leefomgeving. Want aan de kant van de gemeente is er straks maar één omgevingsvisie waar dat water een onderdeel van uitmaakt. En daar zal het goed geregeld moeten worden. En ik denk dat voor een onderwerp als bijvoorbeeld ruimtelijke adaptatie, dat een enorme impuls kan zijn om afdelingen die bezig zijn met water, met groen, met wegen, veel meer dan we nu al doen, met elkaar in verbinding te brengen. Dus uiteindelijk kan het wellicht een voordeel zijn in ons dagelijks werk. Brengt mij bij de vraagronde. Er ligt hier al een vraag, die pak ik er meteen bij. Twee zelfs. Om bij de gemeentelijke processen van de omgevingswet aan te sluiten, moet voor het thema water, is het belangrijk om nu te starten. Hoe zorgen we ervoor dat regio en gemeente met elkaar verbonden zijn en blijven? Waarmee, hoe kan ik nu beginnen? Ja, nou, dat is een goede vraag. En daar zijn denk ik veel professionals in de sector stellen zich die vraag. Er zijn een paar regels die hiermee beginnen nu. Die zijn voor zichzelf eerst vanuit het waterdomein aan nadenken over wat willen wij nou in zo'n omgevingsvisie bijvoorbeeld hebben staan. Of wat willen wij nou als regels in zo'n omgevingsplan hebben staan. Wat we als koepels proberen aan te moedigen is dat we daar eerst vanuit de sector zelf over nadenken en vervolgens heel snel het gesprek aangaan met al die andere afdelingen binnen de gemeente die ook hun wensen hebben. En aansluiten bij die processen.
Dus wat wij op het platform Samenwerken aan Water zullen blijven doen, is de regio's die ermee bezig zijn uitlichten, zodat we daarvan kunnen leren en ook programmeren op de bijeenkomsten die we regelmatig organiseren, zodat we de voorbeelden van elkaar kunnen benutten en daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja, en wat moet je nu doen? Het meest concrete is, zoek binnen je organisatie de mensen op die bezig zijn met die gemeentelijke omgevingsvisie en die omgevingsplannen en informeer je over de planning en de procedure die er intern is. En probeer op basis daarvan dan met je collega's in de regio voor te sorteren en een actieve inbreng te leveren. Een tweede vraag. Op welke manier kan Samenwerken aan Water ons helpen om een gezamenlijk investeringsprogramma op te stellen? Ook een goede vraag. We zijn deze zomer begonnen met een eerste handreiking. Die is klaar en staat op de website ook. Die is voor een deel gebaseerd op een regio die er al mee bezig is. Maar we constateren ook dat nog heel weinig regio's toen echt mee bezig waren. Nu zijn er meerdere regio's die ermee starten. En wat wij willen doen is die handreiking updaten en het ook programmeren in de bijeenkomsten die wij de komende periode hebben. Om ook hier met elkaar te leren van hoe doen we het nu en wat kunnen we met elkaar doen, ontwikkelen om allemaal een stapje verder te komen op dit punt. Maar er zijn dus een aantal regio's concreet gestart en die ervaringen die willen we zo goed en zo snel mogelijk met elkaar delen. Derde vraag. Het wegvallen van het GEP kan toch worden opgevangen met een gemeentelijk programma. Waarom is samenwerking op dit beleidsvak vereist? Ja, dat is een geluid dat ik veel hoor. En als je nu kijkt naar het GEP en je kijkt naar maatregelen en de kostenonderbouwing, dan is het zo. En dat is eigenlijk wat ik net ook aangaf. Dat deel van het GEP kun je prima een plek geven in dat programma. Nee, dus in die zin, als je het vertaalt naar een water- en reguleringsprogramma, ben je wellicht al een heel eind als het gaat om die implementatie van de omgevingswet. Maar dan vergeet je het belangrijkste wellicht, zeker voor bestuur en zeker voor burgers en bedrijven, namelijk de zorgplichten en de definiëring van die zorgplichten, zeker rondom hemelwater en grondwater. De keuzes die je daar als gemeente maakt, in samenhang met de keuzes die je raadsgebouw maakt, zijn heel bepalend voor de rol van de gemeente zelf, van de perceelseigenaren zelf. Neem het voorbeeld van hevige regenval. De zorgplicht hemelwater begint bij de perceelseigenaar, de eigenaar van terrein en gebouw. Die is in eerste instantie aan zet. En pas als die niet meer het is om dat regenwater op eigen terrein te verwerken, is de overheid, in dit geval de gemeente, aan zet. Nou, de praktijk is dat heel veel gemeenten perceelseigenaren ontzorgen als het gaat om regenwater. En daar is ook heel veel voor te zeggen. Maar we zien nu wel een beweging op gang komen dat gemeenten duidelijker die grens stellen en sommige wijken aanwijzen en zeggen van hier gaan wij u niet ontzorgen, hier bent u zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de regenwater op uw eigen terrein. Nou, zo'n keuze die hoort echt in omgevingsvisie thuis, zodat burgers en bedrijven die keuze ook goed kennen en dat er ook op een normale manier een debat over plaatsvindt in de gemeenteraad. En als je dat zou formuleren in een programma, gekoppeld aan de maatregelen, dan verdwijnt die eigenlijk uit het publieke debat en dat is niet wat je wenst rondom dit soort keuzes. Nou, waarom is samenwerking op dit beleidsvlak vereist? Nou, dat raakt eigenlijk aan de vraag dat je een deel van de maatregelen die je neemt in het stedelijk waterbeheer staan op zichzelf en daar heb je geen samenwerking voor nodig. Maar een groot deel van de maatregelen hebben ook betrekking op juist dat hele stedelijk watersysteem met interactie met het oppervlaktewater, soms ook interactie op de bronnen voor drinkwatervoorziening. Je zult daar de keuzes die je maakt moeten afstemmen met anderen. En dat leidt soms ook tot andere maatschappelijk optimale keuzes voor het waterschap of voor de gemeente. Maar je zult het altijd in samenhang moeten doen. En de omgevingswet stimuleert dat ook en maakt het eigenlijk belangrijker nog, omdat rondom lozingen een aantal regels vervallen. Een volgende vraag. Indien er op dit moment een GEP wordt geactualiseerd, in hoeverre is het dan zinvol om nu al te anticiperen op de omgevingswet in het actualiseren van het GEP? Nou, dat is ook een vraag die veel gemeenten stellen. Hè, omdat je, ja, als je nu aan het werk bent, ben je dan op de oude manier nu nog wel goed bezig. Nou, laat ik te beginnen te zeggen dat het overgangsrecht zal in ieder geval voorzien in periode tot 2020 dat het huidige GEP gewoon, of dat de wettelijke plicht voor een gemeentelijk reguleringsplan blijft bestaan. Dus tot 2020 is het plan verplicht en kun je door op de manier zoals we het deden. Wat wij wel adviseren is om als je nu met de GEP bezig bent, om al te kijken in het planproces, kan ik onderscheid maken in dat GEP in verschillende onderdelen
die omgevingswet ook introduceert. Denk aan beleid in de omgevingsvisie, maatregelen en de kostenonderbouwing in het programma en eventueel uitspraken over verordeningen, regels, richting een bouwsteen voor het omgevingsplan. Daarmee benut je het huidige planproces al om voor te sorteren op die omgevingswet en kun je ook sneller dan anders wellicht aansluiten bij het proces wat intern of in de regio gaande is rondom die omgevingswet en die omgevingsvisie. En heb je al een bouwsteen klaar liggen om daarin op te nemen. Dus het kan nog even op de oude manier, maar wij raden aan om nu al te anticiperen door te proberen dat GEP te ontvlechten. Ga ik naar de laatste vraag. Wat is de rol van de provincies in dit geheel? Ja, nou, ik heb het met name gehad over Stedelijk Waterbeheer. In het Stedelijk Waterbeheer is de rol van de provincies beperkt. Ik noemde één heel specifiek aspect waar gedeputeerde staten nu nog een rol hebben, namelijk de ontheffing van de zorgplicht in het buitengebied voor afvalwater. Ja, daar moet de provinciale staten nu nog goedkeuring geven aan gemeenten om daar op een andere manier invulling aan te geven. Nou, die goedkeuring vervalt straks, dus in die zin neemt de rol nog af. Een ander aspect wat ik kan benoemen is dat de omgevingsvisies, zoals de omgevingswet hier introduceert, die kennen ook een provinciale omgevingsvisie en een gemeentelijke omgevingsvisie. Die omgevingsvisies zijn zelfbindend. Dat betekent dat een provinciale omgevingsvisie niet automatisch doorwerkt in een gemeentelijke omgevingsvisie. Het is echter wel zo dat de gemeente altijd een motivering zal moeten hebben als hij afwijkt van de plannen die de provincie met eenzelfde gebied heeft. Maar dat komt dan meer aan op de motivering van waarom je andere keuzes maakt dan op regionaal niveau worden voorzien. Dus dat vraagt voortdurend natuurlijk ook afstemming. En een derde punt, en dat is zoals we dat nu in zekere zin ook kennen met het interbestuurlijk toezicht. De omgevingswet voorziet ook in zogenaamde instructieregels. Dat betekent met zoveel woorden dat het Rijk, maar ook de provincie, altijd kunnen ingrijpen richting een lagere overheid. Dus het Rijk kan ingrijpen richting een provincie en de provincie kan ingrijpen richting een gemeente. Die mogelijkheid staat in de wet. De vraag in de praktijk is hoe vaak gaat dat gebeuren. En dat kan ik ook niet voorspellen. Dat zal heel erg afhangen met de bestuurscultuur in de regio. Want op dit moment gebeurt het heel weinig dat een hogere overheid echt interbesturing toezicht toepast. Zeker op een taak als het gaat om stedelijk waterbeheer. Maar de rol van de provincie in stedelijk waterbeheer is dus vooralsnog klein. Goed. Ik ga doen een afronding, ook gezien de tijd. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren, voor het stellen van de vragen. En nou, wellicht tot ziens een keer op een echt podium.